Is een felicitatie op zijn plaats? Felicitatie is niet echt op zijn plaats. En dat heeft mee te maken, Jim, dat we in een tijd leven waarin gezondheid in het geding is. Deze coronacrisis heeft heel veel mensen geraakt. Helaas ook veel mensen die daaraan overleden zijn. Dat is echt heel, heel triest en heel treurig. Dus van de felicitatie is op dit moment absoluut geen sprake. Toch is het een welkom bericht. Ja, goed, het is uiteindelijk een beslissing die de KNVB heeft gemaakt vanmiddag. De beslissing is dat er geen promotie in degradatie op dit moment wordt doorgevoerd. Nou ja, dat houdt dus in, dat resulteert dat ADO Den Haag volgend seizoen in de Eredivisie zal spelen. Maar ook daarin, zeg ik, we weten niet wanneer we weer gaan spelen, Jim. Wat voor achtbaan was het vandaag voor jou, voor jullie als club? Nou ja, goed, we zitten natuurlijk al een tijdje in een proces. Er zijn wel vaker calls geweest. We wisten dat als de wedstrijden worden gecanceld, en die kans was natuurlijk hartstikke aannemelijk, dat de datum van 1 juni verlengd zou worden. We wisten natuurlijk niet dat 1 september zou zijn. Maar goed, als je goed om je heen kijkt, dan weet je van, nou, dit gaat echt nog wel een tijd duren. Ja, en dan werk je dus naar het moment dat er een beslissing moet worden gemaakt. Nou, dat is dan vanmiddag geweest. En nou, voor ons is het natuurlijk een gunstige beslissing. Het was een dag waarop men in één keer naar buiten bracht. Er wordt gestemd door clubs. Er zou een lobby vanuit ADO zijn om toch die stemmen te winnen. Dat is toch krankzinnig om dat ook allemaal zo van de zijkant te zien? Ja, ja. Nou ja, goed. Ik probeer me in ieder geval afzijdig te houden van dat soort zaken. Van een lobby is ook absoluut geen sprake. Dat kan ik je wel vertellen. Wij hebben gewoon netjes gewacht op de beslissing van de KNVB. Het bestuur heeft die beslissing gemaakt en we kunnen nu weer verder. Ben je al bewust van de uitspraak, wat je dus uiteindelijk ook nu ontloopt? De problematiek, het geld wat je moet inleveren, lagere begroting, spelen in een lagere competitie, etcetera. Ja, als je gaat kijken, het is natuurlijk een moeizaam seizoen, laten we eerlijk wezen. We staan niet voor niks op de 17e positie. Dat betekent dat we sportief niet goed stonden. Wel van overtuigd dat we met 8 wedstrijden, en hoe ADO Den Haag dat eerder heeft gezien, dat we nog heeft laten zien. Dat we dan zeker de kans hadden om ons veilig te spelen. Maar toch ben je wel bezig met verschillende scenario's, dat is absoluut waar. Dus dat betekent ook dat je verschillende budgetten moet opmaken. Ja, daar waren we mee bezig. En abrupt op 12 maart kwam daar een einde aan. Is er dan toch wel een opluchting in de persoon moment, Hamdi, die denkt dat soort scenario's kan ik nu in de prullenbak gooien? Nou ja, dat scenario kan je nu inderdaad in de prullenbak gooien, maar dat neemt niet weg dat we toch een zorgelijke situatie hebben. Als je bedenkt dat je de komende 4-5 maanden, misschien wel langer, geen voetbal kan spelen. Nou, dat betekent dat toch wel een serieuze op het budget, op de begroting drukt. En dus de zorgen zijn zeker niet verdwenen. Maar nogmaals, wil ik echt oprecht, naar alle oprechtheid zeggen dat gezondheid op nummer 1 staat. En wij proberen gezamenlijk met de gemeente Den Haag, met andere instanties in ieder geval onze steentje bij te dragen. Om iedereen weer gezond en wel te krijgen. Voel je sportief iets van een opluchting? Dat je nu kan kijken, we spelen in de Eredivisie, welke trainer ga ik aanstellen? Ik kan weer verder. Ja, nou ja, goed, we gaan nu de puntjes op de i zetten, dat zeker. Dus je gaat wel nu beslissingen maken die van belang zijn voor de club. Ik denk wel dat het nog even tijd nodig heeft. Want je begrijpt dat het natuurlijk ook emotioneel beladen is, zo'n beslissing. Maar de komende tijd gaan we daar zeker mee aan de slag. Laatste vraag, een vraag die eigenlijk voor heel veel ondernemingen in deze tijd geldt. Heeft ADO Den Haag voldoende vet op de botten om deze lastige periode door te komen? Nou, ik denk dat het echt lastig wordt, Jim, eerlijk gezegd. Wij hebben natuurlijk onze begroting ook op de wedstrijd die je speelt, op wat inkomsten. Nou, dat is allemaal weggevallen. Dus dat betekent dat we de komende tijd ook wel zeer zeker serieuze gesprekken moeten voeren met een aantal partners van ons, met onze groot aandeelhouder, om toch te bekijken hoe we met elkaar deze zeer lastige periode voorbij kunnen komen.